ons bloemetje van deze week staan we hier op zondagavond in de stad. Want er wordt hier een feestje gevierd ter ere van Michael Ruys. Michael Ruys is jarenlang als voorzitter betrokken geweest bij BC Tila, de Badmintonclub. En hij heeft na 9 jaar voorzitterschap en nog talloze andere activiteiten zijn functie helaas neer moeten leggen omdat hij gewoon te druk is. Nou, we hebben een brief gekregen van David Volmer en die zei, nou, de hele club zal hem zo missen. We gaan het nog eens een keertje dunnetjes overdoen, want het afscheid heeft al plaatsgevonden. Maar nu kunnen alle leden erbij zijn en hij verdient een bloemetje. Michael Ruys! Waar is die? Hey, kom even staan. Michael, ja. Deze hele club zit hier vanavond bijeen voor jou. Wat leuk, voor mij. Voor jou. Hoef je nou niet te betalen vandaag. Want jij bent jarenlang voorzitter geweest van BC Tila. Klopt inderdaad. En niet meer. Daarnaast heb je nog talloze andere activiteiten gedaan. Klopt. En jij moet in het zonnetje gezet gaan worden. Alweer? In de bloemetjes. En dat ga ik dus bij deze doen. Hartstikke leuk. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Als je dit nou zo ziet, ga je dat dan niet vreselijk missen? Nou, ik blijf er wel gewoon bij natuurlijk. Ik hoef het alleen niet meer te organiseren, dus dat scheelt. Nee, maar ja, superleuk. Het is een complete verrassing. Dus, We kregen een hele mooie brief van David Volmer namens de hele club. Ah, schattig. Daafje, dankjewel. Want ze hebben het waanzinnig gewaardeerd wat je al die jaren hebt gedaan. Je hebt daarnaast de jeugdcommissie ook een hele tijd gedaan. Ja, klopt inderdaad. Ja. Met je jeugdcommissie en daarna bestuur. Dus hele leuke jaren, absoluut. En nu tijd voor? Ja, pensioen hè. Nee. Het wordt tijd. Nee, ik blijf lekker sporten, maar vrijwilligerswerk gaat even in de kast. Ja. Goed. Nou, geef deze een mooi plekje. En ik denk dat ik namens die hele club nog een keertje hun dankbaarheid uit mag spreken. En ga gewoon genieten. Dat ga ik zeker doen. Nou, dankjewel. Ontzettend leuk. Een enorme verrassing, moet ik eerlijk zeggen.